Hi en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb nieuwe potten en wonenaccessoires binnengekregen in de winkel. Dus ik dacht dat is leuk om te laten zien. Dus een beetje een unboxing. En daarnaast heb ik een kast in huis. En dat is een beetje een rommelkast geworden. En ik dacht dat is eigenlijk een hele mooie geschikte kast voor een mooie plantenkast. Dus ook leuk om te laten zien hoe ik dat ga veranderen vandaag. En natuurlijk ook wel met een beetje de nieuwe wonenaccessoires. En de nieuwe potten. Dus ik neem jullie mee en veel kijkplezier. Nou, zoals je ziet gaat het om die kast. Het is een beetje een rommelkast geworden. Omdat, ja, het was ook gewoon geen mooie kast. Dus dan leg je er ook snel weer dingen in. Ondertussen ligt er ook speelgoed. Dat hoort er eigenlijk ook niet. Ja, hier zit vissenvoer in voor het aquarium. Maar eerst hadden we veel meer vissen erin. Maar de meeste vissen zijn naar beneden. Dus op zich, dit kan ik ook wel ergens anders kwijt, denk ik. En dan wil ik deze dan weer gebruiken voor het speelgoed van de kinderen. Ja, en voor de rest, hier ligt ook van alles wat niet helemaal zo moet. Dus daar ga ik mooie planten in zetten met weer mooie potten. En even mooi leuk op fleur in. Ga ik jullie nu eerst meenemen naar de winkel om de nieuwe spullen te laten zien. Als het goed is, komt overmorgen ook nog een pallet met nieuwe potten en woonaccessoires. En volgende week ook nog. Dus dat laat ik jullie dan ook zien als ik het weer binnen heb. Ik zal eerst laten zien wat er allemaal nieuw is binnengekomen. Echt super leuke dingen. Waaronder deze zinken industriële bakken. Een beetje in het blauwe. Ja, hier glas. Droogbloemen, eucalyptus. Dat zit ook helemaal in. Deze mooie grote manden. Die heb je in 2 maten. Nog meer droogbloemen. Echt hele leuke soepjes. En die heb ik in verschillende kleuren. Echt heel leuk. Met glasjes en dat soort dingen. Nieuwe potten. Deze. Vind ik zelf echt mooi. Je kunt hem hier niet helemaal goed zien in het licht. Deze. Echt heel gaaf. Ik denk dat ik die zelf ook in huis wil. En deze potten. Echt heel gaaf. En die heb ik ook in een ander model. Deze. Dan van de serie waar ik de vorige keer ook heb laten zien in een unboxing. Toen had ik kleine potjes. En die waren echt heel snel verkocht. En die heb ik nou ook in het groot. In dit formaat. En in een wat hoger model. Ook echt heel leuk. Dit zijn ook stenen potten. Het lijkt me niet, maar het zijn stenen potten. Hangmanden. Daar had ik echt heel veel vraag naar. En heb ik in meerdere maten. Even kijken hoe dat zit. Echt ook heel leuk. En die heb ik dus ook in een maat grootte daar. Deze schalen. Wat natuurlijke robuuste schalen. Potjes, ja, mandpotjes. Deze mandjes. En deze. Dat is ook echt heel gaaf. Oh ja, en deze papegaaitjes zijn ook echt leuk. Leuk in huis. Misschien dat ik die zelf nog aan huis zet. Vind ik echt super leuk. Dan heb ik nog weer de blauwe glazen vazen. Die hebben we ook al eerder gehad. En waren ook heel snel uitverkocht. Dus die zijn ook weer opnieuw binnen. Die waren ook echt heel leuk van de prijs. Ik dacht 5,99 euro. Dus ook een koopje. En dan deze houten potjes. Oh, en lantaarn. Die zijn ook echt heel leuk. Deze. Dus dat is de eerste lading wat ik binnen heb gekregen. En dan ja, komen er nog 2 pallets. Dus dat laat ik jullie dan weer zien als ik dat binnen heb. Ik ga nu even planten bij elkaar zoeken. En dan zie je er bij boven weer. Net toen ik aan het schuiven was, bedacht ik me dat ik eigenlijk deze vlinders, echt super mooi, hier ook een plekje in deze kast wil geven. Want het plekje waar je stond, stond hier helemaal veilig.
Ik was echt gewoon heel bang dat hij zou vallen. Het is echt prachtig. Het zijn echte vlinders. Die heb ik ook in lijstjes in de winkel. Dat zal ik straks even laten zien. Want die heb ik ook nieuw binnen. Alleen nog niet laten zien. Maar ze zijn wel echt super mooi. En in de aanbieding voor 20 euro. Dus dat is helemaal, helemaal leuk natuurlijk. Iedereen houdt van leuke prijsjes. Maar goed, ik heb deze af. Zo, het is ondertussen de volgende dag en de pallet is binnen, dus ga ik samen met jullie uitpakken. Ik was al bezig en ik dacht, oh, ik zou het voor jullie laten zien. Deze mooie potten zijn al binnen, die heb ik al uitgepakt. En een beetje standaard glas, loopt bij ons heel goed. Ik denk dat je wel kent, een beetje de melkbussen. Dus die heb ik al uitgepakt en toen bedacht ik me, ik zou het jullie laten zien. Dus ik ga verder met uitpakken en ik laat jullie alles zien wat ik binnen heb gekregen. Deze vind ik echt fantastisch. Echt heel leuk. Ik heb ze ook kent ook geel, maar dit is ook echt heel leuk met een gezichtje erop. Kijk, en in het geel ook echt heel leuk. Die staat ook weer leuk bij dit. Het is van hetzelfde materiaal, dezelfde serie, alleen het zijn andere groothandels. Dus het is wel grappig. Maar zelfs van hetzelfde merk. Dan dat ene model en nog een slagje kleiner, is €12,99. Dan weer het potmodel. Deze is 20 keer 18 centimeter, is €8,99. Dan hebben we potmaatje 14-12 en die is €5,99. Dat is ook leuk. Zo, dan deze leuke potten. Die heb ik ook weer in dat assortie. De blauwe en ook wat neutraler is hieruit. Deze, ook echt heel mooi. En die zijn, even kijken, ook €7,99. Dat is echt een koopje. Is, denk potmaat 14 of zo. Echt mooi. En die heb ik dus ook in een slagje kleiner. Ook in dat andere kleurtje, die zijn €6,50. Ook echt heel mooi. Ook nog dit vaas modelletje, ook echt heel leuk. En die is ook €6,50. Zo, ik was al lekker bezig met uitpakken van de potten. Ik ben bijna klaar mee. Maar toen kreeg je in één keer allemaal nieuwe planten binnen. Dus daar word ik ook altijd blij van. Kijk, wel leuk. Echt hele mooie planten. Kijk, het staat nou alleen wel een beetje vol. Dus we gaan het gauw inzetten, prijzen en te inzetten. Het staat hier allemaal lekker vol. En hier staat ook nog helemaal vol. En daar ook nog. Dus ik ga het gauw in de stelling zetten, prijzen. En dan is alles weer netjes. Zo, de dag zit erop en ik heb alles erin gekregen. Er komt volgende week dus nog een pallet met... ja, alle potjes en vooral vaccinelichtjes en dat soort dingen. Maar ik laat je nu al zien hoe ver wij vandaag zijn gekomen. Ik vind het echt super mooi spul dus en echt leuke prijsjes. Dus dat is nog leuker natuurlijk. Zo, ondertussen zijn we een weekje verder en de laatste pallet is ook binnen, dus die ga ik zo met jullie uitpakken. Het is al een tijdje geleden dat ik die heb besteld, dus wat ik precies heb besteld, dat weet ik eigenlijk niet meer. Daarnaast heb ik ook een grote vracht planten binnengekregen, dus dat laat ik ook zien, want daar word ik altijd helemaal blij van. Heel veel groene planten, en, dus ja, laten we gauw beginnen. Als eerste hebben we deze te leuke toefglaasjes of toefglaasje vaccineglaasjes. €1,99, dat is echt een leuk prijsje.
Dan is er echt zo'n leuk vaas. Ze zijn €3,99. Echt leuk prijsjes, geglazuurd. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien op camera. Een beetje krakkelee-achtig, echt leuk. Zo, hier staat al een plaatje op van een lantaarn. Volgens mij, ik kan me even herinneren dat ik hier verschillende maten heb besteld. Oh, super mooie grote. Even kijken wat die kost. Moeten jullie bloem daar zien? Die houdt te wachten. Dan deze leuke stenen potjes met een beetje een gevlochten motief, maar het is steen. Zijn €4,50. Zeg maar een stevigere stenen pot. Echt super leuk zo op elkaar. Dan deze leuke glaasjes met een bladmotief. Kijk, echt super leuk. €1,99 is ook heel mooi dik glas. Echt leuk met een toefje erop. Dan deze leuke vaccines. Met een schelpje. Leuke zomers. En die zijn €2,50. Dat is ook echt heel leuk. Dan nog meer leuke vaccines met jute. Zijn €1,99. En er zit ook nog iets een glitterrandje omheen. Dat is echt heel leuk. Ja, en deze vind ik ook echt super leuk. Een lavendelpotje, kunstlavendel. Met een soort krant eromheen. €5,50. Dan deze te leuke vaccineglaasje weer. Met een motiefje erin. Echt dik glas als je het. En met een veertje en een muntje eraan. Even kijken of je dat goed kan zien. Dat staat op love. €2,50. En deze stenen potje weer. Weer met dat vlechtmotief. Dat komt weer helemaal terug. Die is €3,99. En dan een leuk windlicht. Of je kan hem ook gebruiken als vaasje. €3,50 met jute eromheen. Goed, dan zijn we bij de laatste dingen aanbeland. Dit mooie stenen potje. €3,99. Heel mooi dik steen. En ook in dit bladmotief. Is ook echt heel leuk. Is ook €3,99. Dan super mooie manden. Hele grote manden. €12,99. Die lantaarn waar ik net in het groot had en dan in het klein, €7,99. En dan hebben we nog deze leuke vaasjes, ook weer een beetje dat Ibiza-stijl, €3,50. Dus dat was de pallet. Dat was dan weer de vlog, een shopvlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik hoop dat je het weer leuk vond. Heb je vragen, laat je onder weten. Oh ja, en abonneer, want ik zie dat 80% van mijn kijkers niet geabonneerd zijn. Wel kijken, maar niet abonneren. Daarmee help je mij, dus zou ik het leuk vinden. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en zie je me de volgende keer weer. Doei!